fietsen daar buiten de volle snelheid. Ze zijn klein, maar zo super fanatiek al. En ze nemen daar alles en ik heb super mooi daar nu in de eerste op de kop op. De klimmel, ga hard snelheid. En nu, weg op. Het is in ieder geval de man uit met 467 Milan de Haas. Milan de Haas, die heeft erbij. Milan de Haas aan de leiding met de tweede van 462. 462 is Sander van Gene. Dan met Geldermans, Sjammer in Eindhoven, denk ik. En dan zien we nog een rijder uit Duland hier de derde plaats overnemen. Maar aan de leiding hier, oh, wat gaat die snel die 467, Duland de Haas. Met 462 op de tweede plaats, Sander van Gene. Dan 414, Nino van Aden. Dan 315 komt hij door, 311. Ze komen één per één hier, richting de vijf. Kom er maar eens een keer eens op een heel kort lijn aan de komende.
zou iemand nog kunnen. Goed zo, Luc. De overwinning gaat zonder steekslag voor 3,49. Nog even voor 0,39. Rick. Dan 4,73 in de sim. We krijgen hier 0,61 door Luc. Dan is het de laatste doorkomt en ook 4,73. We krijgen het nog 18 jaar met Christen aan de breed in de Amsterdam, Jasper Kaaswijk, Martijn van Echter, Boris Kessel, en we hebben nog een voorsprong voor de tijdsrijder 058, Harris Molens met op de tweede plaats, 121, Martijn van Echter, die lijkt mij op te zijn. En inderdaad, 121 Martijn heeft de kop overgenomen en gaat nu met volle speed richting finish. Pakt overwinning voor 058 voor Harry. Dan 481 in de derde plaats voor Boris Lekker. Race hier met de Corneo Kakker, Jan Liefaas, Kevin van den Burg, Kevin van Baal, Kamoos, Willem van Eker, Frits de Koeman en Henry Jansen. We rijden Jan de Pals aan de leiding met 399-469. Nou, dat begin ik even. Inderdaad, Corneo Kakker voor 099. Is het Kevin van den Burg dan 131 op de derde plaats? En dat is Ruben Meijk. De overwinning in deze race gaat naar 3,99. Corné voor 0,99. Kevin Dan 0,39. Er komt hier één voor één richting de finish. Onder andere zien we hier doorkomen Menno en ook nog Henry Jan. Race-leider de Supercraft, 11 jaar, met Dustin Eindhoven, Tom Smits, Heiningen Jacob, Jacobs, van de Wiel, Femke van Heuvelen, Siekema. We zien hier een sterke groep uit Gelderland hier. Het geldt aan de 1, 3, 4, in ieder geval 3 zijn er altijd, misschien 4, maar die voeren het geld aan. Daar verrukt er eentje van anders, Heiningen Jacobs komt er naar tussenoor. Maar aan de leiding, die komt hier uit Geldermalsen met nummer 317 is het de Tust in Eindhoven, dan 333. Tom Smits, we zien 310, Femke en dan 308, toch nog geen eens op wil die de vierde plaats neemt. Dus 4 rijders uit Geldermalsen op plaats 1 tot de 4. In deze race hebben we aan de leiding met 181 voor 177. 181. Spamelo Vermeulen, die het al dan voert op de berg. Spamelo Vermeulen voor Niels Verstappen dan 380. Is dat ook lekker? We zien hier een dag in de van Bergen en 327 Kevin Poelen. Oh, en dan moet ik nog even voor Romana Brak.
Leerling met mij die uit op de point. De Goedmaans, bedankt alle goed, zelfs via Bloemenburg en Leesjehal. En hetzelfde als een zit met 390 Maxima, Smaat van Wijk, Joyce van de Burg, Kamp van Rossum en Kroel, Holland.